Welkom bij Dizze Wieken, het programma met de beste en mooiste reportages van de afgelopen wieken. Dit zijn de onderwerpen van Joert. Friesland begrijpt niet van KKNSB voor Almere. Teleurstellend seizoen Jereveen zit erop. En unieke expositie Instagram-foto's in Blokhuis Poatte. Dit en meer in deze aflevering van Dizze Wieken. Ik in de Friese retreatraad werd mij onbegrip reageerd op de kar van Almere in steen van Tijalf. Er is ook twijfel of de exploitatie van de ijsbaan in Almere wel helder is. Ook op het internet en op stritten komt heel tijd meer stiepen van Tijalf. De tekst op het projectboord van de verbouwing van Tijalf komt nou wat heeghertig oor. Ze wonen zelfs wel het mekka van retreaten Nederland wijzen, maar KNSB en NOC-NSF adviseer je toch oors. En daar had net Elsen niet een begrip voor. Zoals oud-kampioen Itz Postma. Nou, ik vind het zelf bijzonder teleurstellend. En ik vind naar Tijalf en Friesland daar vind ik het eigenlijk onfatsoenlijk. Er zijn altijd perfecte toernooien bij je georganiseerd. Het leeft hier. En het is natuurlijk net zo dat ze net na je hal bouwen willen. Want dat is zeker ik wel in orde natuurlijk. Dus ja, het komt bij mij alweer vrij raar oer. Op internet circuleert een petitie ten gunste van Tijalf die in je mediatiet al meer dan zo'n 100 keer tekenen is. En Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer maakt hem op Twitter sterk voor het Friese I-stadion. In de omkrieten van Tijalf zelfs bidden de reacties op stritten net verrassend. Ik vind het een hele stap. Dat is helemaal verkeerd. Ja, dat vind ik niet kunnen. Dat vind ik niet kunnen. Ik denk dat als het Almere wordt, dat heel veel publiek de sportiviteit niet meer zo zal beleven zoals ze het hier in Heerenveen beleefd hebben. Ik wil liever dat het in Heerenveen blijft. Het is voor Friesland natuurlijk een hartstikke promotie. En mijn zoon en mijn dochter die rijden zelf ook op Tijalf. Dus dit is mooi dichtbij. En ik denk dat als alles altijd naar de Randstad gaat, dat het wel jammer voor Friesland. Wat vind je zo leuk aan Tijalf? Het is lekker groot. Wennen strikt dichtbij? Ja. Ik geloof dat het voor de schaatsport in Nederland een goede zaak is. En ja, ik twijfel er wel over dat de KNSB dat wel zo beseft. Maar ja, goed. Daar heb ik verder niks over te zeggen. Wat is die mooiste herinnering aan Tijalf? Nou, de eerste keer dat ik daar Europees kampioen was. Dat is iets waar je als man van dromen. En als dat dan lukt, dan is dat natuurlijk super. Personeel van de NDC Media Groep, de Noordelijke Dagbladcombinatie, heeft nog een protte vragen naar de bijeenkomst van de midden in Drachten. Daar waren de maaiwerkers in Ljocht door de reorganisatie bij het krantenbedrijf. Het is dan net duidelijk hoe de centrale redactie eruit komt te zien en waar de haatredacteur wordt. Wist is dat 250 banen skrast worden, 40 daarvan verdwijnen op de redacties. Strakke gezichten aan het begin van de middag in Drachten. Personeel van de Ljouwerter Krant en het Dagblad van het Noorden wordt in het congrescentrum bijpraat door de reorganisatie bij de NDC Media Groep. Ja, dat moet misschien wat worden. Dus van de volgende werd wel dat een kleine paard voetmaat. Dus ik ben vrij negatief in, ja. Vreest u voor uw baan? Ja, het behoort tot de mogelijkheden. Het is net een beetje, ja. Ik weet niet of het Russische roulette is, maar van de 750 moeten de 250 weg. Dus dat is 1 op de 3. De NDC houdt op met de webshop en de uitjouwerij werd verkocht. De hoes on hoes blijven blauwen. De 250 FTE's verdwijnen terug de hele organisatie heen. Als ik er dwars doorheen kijk, een heel groot stuk zit in het mediahuis, zoals het heet. Maar dat is een onderdeel waar 3, 4, 5 verschillende kleine onderdelen in zitten die we verkopen. Dus dat is een grote klap, maar veel daarvan die gaan naar een andere werkgever toe. Als je naar de organisatie zelf kijkt, is het door de bank genomen overal. Ik denk dat als ik de aantallen zie, volgens mij in de salesachtige hoek zitten de meeste. Maar het komt dicht bij elkaar. Voor het personeel komt het nijs van der Meri net als een grote verrassing. Doch bleef er na de geerkomsten nog een soort onduidelijk. Volgens mij is er weinig beantwoord. Er is heel veel bekend volgens mij, maar wordt nog niet echt verteld. Dus in grote lijnen weten we natuurlijk nu wat er gaat gebeuren. Maar de poppetjes zijn nog niet genoemd natuurlijk. Het bedrijf is niet gezond op dit moment. Dus dat er wat moet gebeuren, dat is wel duidelijk. En op deze manier, daar kunt u dan ook mee akkoord gaan? Ja, ik weet niet welke manier het wordt. Er wordt niks gezegd over welk principe waarmee de reorganisatie gaat plaatsvinden. Of
Alleen aantallen. Begin juli moet bekend worden wat voor het mot. Takemier Simmen moet de volslaande reorganisatie kleerwijzen. Het ingriepen is nevens de directie van de Sionsberg de enige oplossing. Zoent het verscherpen tafersjoch van de inspectie voor de Soenswarg, nou 2 jaar lien, bleven de patiënten voort, bleven de bedden leeg en draait het ziekenhuis mooi een miljoenenverlies. Als je dit niet doet, dan is morgen de Sionsberg failliet. De vorige reorganisatie bij de Sionsberg in Dokkum is nog maar een jaar lien. Er waren 40 banen skrast, nou gaat het om 90. Maar omdat een soort mensen in deeltijd werkje, maakt wel 120 of 130 mensen op ziek naar oor werk. Juster Jong waard het personeel in Ljachten. De zaal was vol, mensen die konden niet meer zitten staan, dus, maar ik voelde de sfeer wel gelaten. Ik werk hier relatief kwaad, want ik ben een prette mensen die hier jarenlang al werkje. Dus ja, aan de ene kant dan denk ik wel, ja, ik zou er dit keer best bij zitten kunnen, maar dat is gewoon al wachten. Het verlies om personeel in Dokkum moet opvangen worden terug efficiënter te werken. Het ziekenhuis bleef wel gewoon zondagen in de weken open, inclusief 2 algemene verpleegafdelingen. Er gaan geen afdelingen dicht, maar we gaan ze wel bij elkaar voegen. Dus we maken wat wij dan noemen compacter. Zoals u ziet is het ziekenhuis nu vrij uitgestrekt en wij denken dat het goedkoper kan als je dat wat dichter bij elkaar doet. De vakbond binnen schrokken van het grote banenverlies. Zij wies op mismanagement in het verliezen. Daar had dus veel eerder samenwerkingsverbanden moeten plaatsvinden. Daar hebben wij als vakorganisatie CNV ook op aangedrongen. Van ga net andere ziekenhuizen meer samenwerken. Wat ons betreft is dat veel te laat gebeurd. Dat hebben we ook wel eens met onze achterban besproken. Maar ja, dat is dan toch wel te wijten aan de vorige directies. Ja, ik leef niet in het verleden, ik leef in het heden naar de toekomst toe. Wij denken dat wij een goed ziekenhuis kunnen neerzetten. En ik vind het jammer wat er in het verleden gebeurd is. Dat vind ik vooral jammer voor alle medewerkers hier, want die hebben er daar het meeste last van gehad. Maar wij hebben echt de volle overtuiging dat we hier een goed ziekenhuis kunnen neerzetten. En daar gaan we ook onze stinkende best voor doen. De Sionsberg had nog 130 bedden, dat wordt er haast een goede 50. De polykliniek wordt verplaatst naar een oorpad van het gebouw. Voor de vrijkomende ruimte wordt een hierder zacht. Dat waren de meest opvallende nieuwsreportages van deze week. Ze staan ook bij ons op de website. Ga daarvoor naar Uitsturing Mist. En of je er maar de sport. Het eerste seizoen van Marco van Basten als trainer van Sportclub Jereveen zit erop. Juster waard ik de 12e playoff-wedstrijd om Europees voetbal verlen van FC Utrecht. In stadion de Galgenwaard eindigde de wedstrijd in 2-1. En daarmee is Jereveen uitskakelen voor Europees voetbal. Het was een roerig seizoen, zowel sportief als organisatorisch. Wikselvallig, maar dat wordt keer de sportieve prestaties van Sportclub Jereveen dit seizoen het best typeren. De ploeg snoept punten af van topploegen als Ajax, PSV, Feyenoord en Twente, maar verliest vervolgens van Willem II, Roda JC en RKC. Het was terrible, you know. It was not best. Passy, you know, it was not fighting spirit, it was not football, it was not tactic and anything. Het voetbal is lange tijd net goed en de resultaten bleven uit. Krijgt na de winterstop zit Jereveen nog maar 2 punten boven de rode streek. Nou, je moet gewoon reëel naar de situatie kijken en dat betekent dat we ook naar onderen moeten kijken. Een goede serie van 6 overwinningen op Riegen zorgt ervoor dat Jereveen hem toch nog pleert voor de play-offs, voor Europees voetbal. En daarmee voldocht Marco van Basten onder doelstelling. Toch is de conclusie dat het toch de directie net goed anticiperen is op het voortgaan van de volslijne vaarhoede. Technisch directeur Johan Hansma had bezocht dat op te lossen met Matthew Amoa, Mark Oet, Daniel de Ridder en Marco Papa. Maar het bindt stik voor stik miskleunen. Alleen nog Alfred Vint Bogason is een schot in de roos. Maar de directie zit net onwelwillend zien hoe een transfer van de topscorer, omdat dat weer yield op Smietenseel. Het is sowieso de vraag hoe het overtol de Takomier uit zijn ziel. Jurisic gaat naar Benfica en Jeffrey Gouwenleeuw naar AZ. Kruiswijk en Zomer maaien fort en er is interesse voor doelman Noordveld. De kans is groot dat er in juli een totaal renoveerde ploeg zit. Supporters moeten voor 1 juni onjan of ze de seizoenskaart verlengen willen. Maar na een sportief teleurstellend seizoen is er twijfel. Het nadeel is dat je nou moet beslissen dat je weer seizoenkaart neemt voordat je weet wat voor elftal er staat. Dat vind ik wel jammer. Ja, maar er is dus twijfel. Twijfel, zeker. Ja. Hoe zit het bij jou? Ja, hetzelfde.
die tweede seizoenkaart. Ik denk dat ik hem toch even een deal met iemand. Want het is ook al 300 euro het stik. 600 euro, ja. En gezien het oude seizoen. Ja. En ben er meer die de zou denken? Hij die loeren wel eens opvang? Ja, absoluut. Ja, ja zeker weten. Ik ken ook wel persoon die de kaart opzeggen. En wat jou is er dan voor reden? Teleurstelling. En veel roering in de club. Geen duidelijk beleid. En dus is dit misschien wel de toekomst in het Abelenstra Stadion. Lege plakken op de tribunes. Organisatorisch rommelt het aan alle kanten. Voorzitter Robert Veenstra beheerst de kunst om heel tijd negatief in het nijs te komen. Zo ziet hij frontaal de onval richting erevoorzitter Riemer van der Velde. Van der Velde wordt in februari van dit jaar onder kont zetten als scout en ook als adviseur van de club. Het is voor een soort sponsors de bekende druppel. De ien naar de oren zuigt het sponsorcontract op. Naar aanleiding van alle gebeurtenissen van de laatste maanden zeg ik bij deze alles op. Ik verwijt de directie en raad van commissarissen van een wanprestatie. Het moment dat ze Riemer de kaart oppakte voor de trip naar Spanje, dat die van mij de doortrekt. Maar je hebt dus 12 jaar lang heb je 24.000 euro betellen om de club, werd je supporter van binnen. Ja. Wie het een dreige kar om dan te zeggen van, nou hoor ik ermee op? Ja, daar ga ik lang wel naar denken, man. En die besluit, dat besluit is net nog van hier naar daar op oren daar. Dat is een proces best van hier. Dat is een proces best van hier, ja. En binnen meer sponsoren die te zouden denken? Ja, die binnen daadwerkelijk meer. Sponsorinkomsten verdwijnen als sneeuw van de zinnen. Maar de Heerenveen-directie bloot ontkennen dat dat komt door mismanagement. Zij zeggen dat sponsors vooral opzeggen door de economische recessie. We doen onderzoek naar waarom zeg je op? En dan, ja goed, 80% geeft aan van ja, we hebben gewoon echt moeite om het rond te breien. Je komt voorlopig net wel waarom als sponsor bij Sportclub Heerenveen. Net jij dat venster voor dus. Angst op de werkvlier, lilke sponsoren en een vastzitter die het rollenbollend oestritten geeft met de erevastzitter. Het had een roerig seizoen west. En zolang als Robert Veenstra de basis bij Heerenveen, liek het daar geen verroering in te komen. Een reportage uit Bobbeslag wie dat van Aron de Wieke. Omroep Friesland had ik een handig oersjoch van alle uitslagen van het voetbal, korfbal, basketbal en volleybal. Klik daarvoor op de knop Uitslagen op de site omroepfriesland.nl. Instagram-foto's maak je met je smartphone en je delen ze met iedereen die ook op Instagram zit. De hele wereld dus. Hier in de Blokjesporten is een tentoonstelling van die Instagram-foto's. Iets wat in essentie dus global is, we demoen in één klap weer lokaal. Ouderwets haast. Waarom? Hokker idee zit je erachter. Het ziet er nou wel goed uit. Er is nog niks gedrukt. Wat gaat dat snel, joh? Nou. De mooiste foto's maak je natuurlijk in je eigen omgeving. Je kan gewoon... Je hoeft niet ver weg. Je hebt alles in de buurt. Ja, en maar liefjes. Dat is super. Kunnen we hier wel eroverheen? Maurice en Yvonne binnen 12 fanatieke Instagrammers. Alle dagen posten ze wel een foto. Oppassen dat we niet in de schapen stonden. Ja. Te Gerre had ze een vormjouwingsbureau, maar nu organiseren zij een Instagram-expositie. Helemaal geel. Ja. Yvonne heeft net een foto gemaakt van een paardenbloem van het weiland. Die gaat ze op Instagram plaatsen. Daar gebruikt ze een filter voor. Op Instagram kun je heel makkelijk een filter toepassen, waardoor je bepaalde kleuren uitfiltert of juist toevoegt. Wat effecten toevoegt, zwart-wit desnoods. Die plaatsen en daar geeft ze een hashtag aan. En een hashtag is niet meer dan een benaming die je eraan geeft met een kruisteken ervoor, zodat mensen kunnen vinden wat jij gepost hebt. Ik zou willen zeggen, als je hulp nodig hebt, hoor ik het wel, maar je hebt geen hulp nodig. Je bent beter in dan ik. Ja. Dat is ook een beetje de bedoeling van de expositie. Het moet allemaal betaalbaar zijn. We willen zelf ook niet op kosten komen. Daarom karton en... Het kan ook allemaal net. Ja, inderdaad.
Instagram is, het is een vorm van social media. Social media wil niks meer zeggen dan dat je deelt met mensen. Dat kan zijn tekst. En Instagram is het op fotogebied. En social wil zeggen dat het sociaal is. Dat je het samen doet, dat je foto's van elkaar bekijkt en eventueel leuk vindt of niet leuk vindt. En dat je er een opmerking bij kan maken, allemaal positief bedoeld. Dat je vragen kan stellen aan mensen van, goh, wat voor filter heb je gebruikt? Waarom heb je dat filter gebruikt? En dat is het sociale binnen social media. Veel meer dan Twitter, want daar twitter je alleen maar een boodschap. Daar gaat hij. Akkaar zegt. Ja. Nou, dat is hij. Ja. Goh, de eerste echte paneel van de expositie. Even vastleggen. Ik heb net een foto gepost van de panelen die gedrukt worden. Heb je al een reactie? Alleen maar gaaf. Ik ben gek op printproces, beroepsdeformatie. Nog een gaaf met 7 A's. En een spannend. Oké, nou, ja. Goed zo. De eerste likes zijn binnen. Als jij vindt dat je foto het waard is om te delen met de wereld, is die ook goed genoeg voor onze expositie. Dus een foto van mijn hond? Ja hoor, is prima genoeg. Wij vinden zelf bloederige taferelen vinden we niet geschikt voor het publiek. Dus bloederige taferelen en naakt komt niet voor op komt de expositie? Niet voor op de expositie, nee. Voor de rest kun je alles verwachten. Eindelijk, het is zover. Het heeft een poosje geduurd. We zijn er veel en druk mee bezig geweest, maar we zijn er. De exposanten komen uit het Bin- en Boeteland en Moertje ook hier bij de opening van de expositie. We zijn het Martinus Ziekenhuis in Groningen. Ja. Van bovenaf? Nee, van onder. Oh, van onder. Je moet eigenlijk zo zien. Het is een trappenhuis in de hoek. Oh, zo ja. Ja. Dus het is heel erg leuk om alle mensen ook real life te zien. Hè? Je hebt wel contact, want Instagram is echt een community, heel sociaal. He, dus je reageert op elkaars foto's en je wisselt dingen uit. En nu ontmoet je de mensen ook in het echt. Ik vond dat mijn eigen account misschien een beetje vol raakte met alleen maar foto's van de hond. Dus ik heb een account aangemaakt voor de hond en eigenlijk alleen maar foto's van de hond opgezet. Instagram, ik vind het een leuk fenomeen. Je kunt er actief mee zijn. Ja, iedereen kan er wat mee doen. Dat is van klein mobieltje, ouderwets mobieltje tot zeer moderne camera. En dat maakt de drempel erg laag en dat vind ik leuk. Nou, ik ben vooral gek van het wat, dat zie je wel. Deze heb ik onlangs nog geschoten met een droogvaltocht met een waddenvereniging. En nou, ik ben gek op de Schelling en de Waddeneilanden, dus ik mag daar graag vertoeven en dat wil ik ook graag delen. Dus op deze manier. Dus dit is echt een start van een waddengeul. En het is in werkelijke grootte is dit ongeveer een halve meter. En dat is het leuke van fotografie. Je kunt het zo vervormen dat het bijna illustratief of grafisch of abstract wordt. En nou, daar krijg je gevoel bij. Dat vind je mooi of niet mooi. Dus ik ben dol op abstracties. En wie stond bijvoorbeeld wat dit is? Dit is een tak voor een groene wand, denk ik. Een tak voor een groene wand? Ja. Dat is een sleert, maar één de kroos, maar een toeken erin. Een toeken? Ik heb gewoon een tak. Een tak, ja, ja. Ik heb gewoon een foto maken van een sleert, ja. Maar een tak erin. Ja, ook weer zoiets. Maar dat ja. Vind ik juist wel grappig. Dan heb je geen idee dan. Je wist niet meer wat het is. Door die filterkens kun je het zelf vervormen. Ja, je kunt dus het beeld kun je helemaal vervormen, zodat je niet meer weet wat de werkelijkheid is. Even een applaus voor de organisatie. Je zult na deze week maar de meest opvallende reportages van de afgelopen dagen. En er horen oer cultuur dus. Maar stem ekker zo op Bureau de Vries, s'nachts van Alvanand Ien op radio, van meer cultuur.
dit is Rakker. En eigenlijk zit er Imke, maar ik neem hem Rakker en die naam past ik heel goed bij hem. Hoezo? Nou, hij is heel ondogens en hij is gek op biks. Als er de big shot, dan gaat hij er direct naar ta. En is dat in go? Ja, eigenlijk is het een pink. Maar het is ik al een beetje een go. Rakker, kom. En dan bloei ik je stil. Dan ga ik Rakker heel gek doen. En dat het dus omdat het bliet is dat er even vrij is. En dat vind Rakker wel leuk. Goed zo, Rakker. Rakker kan eigenlijk alles wat doen. Hier kan ik over hindernissen springen. Goed zo, Rakker. Oh, Rakker. Goed zo. Raaf. Het is al een krek, een hoen, haast. Ja, en ik wil een beetje een hinder. Want mijn hinder is dat ik altijd dat hem moet leren om zadel op zijn recht te houden. En hoe lang is Rakker al? Nou, sinds zijn geboorte. En hij is op 4 mei geboren. Is krekt in je neer worden. Ben je wel eens maar Rakker op het trampoline? Nee, dat dacht ik maar net. Dan zak ik hier aan zijn terug in. Maar Rakker had al wel een zwemdiploma halen. Ik ben in mijn mond voetballen. Sloeg er een beetje op halt door de bal. En toen ging het daarin, terug het terug het lange gas, dacht de blik dat een stukje lang weer en toen voelde hij een sleet. Ik wist dan dat een koe dat al je koe. Nee, maar net alle kijken en de jack had Rakker ik een beetje leerd. Kom eens, Rakker. Rakker, kom eens. Hey, brave. Kom maar, Rakker. Rakker. Kom maar. Rakker. Kom maar. Rakker. Hé, mag ik weer op te zitten? Kappie naar beneden. Goed zo. Oké, Rakker. Stil, stil. Stil, broer. Ah. De wollen soppen. Maar nu zit er wat in de puberteit, dan wordt er wat speelser. En dan wil ik wat meer de baas wijzen. Dus de laatste tijd riet ik niet meer rechtop. Ik zit er nog wollen op, maar ik riet er niet meer rechtop. Is het een beetje eng zeker als je iedereen? Nou, nee. Alleen nog als het bij de stroomtriet komt, dan krijgt er een stroom. En dan gaat er in één keer voet. Oh, kijk, zit de stroom op. Oh, ja, wat is? Ja, je zult dat denkje op, Pieter.
Rekken! Nou, we zijn Bjemstaan, we zijn naar beneden aan het gooien, want ik heb deze flatten van Maitsie. En die met mijn touwtjes moeten we die naar beneden brengen. En waarom ben je flatten aan het bouwen? Nou, probeer je een Nederlands record te halen. En het is in Nederland nooit dient. Het is alleen nog in Japan, geloof ik. En ja, wij wonen dat. Ik wil doen, dat lijkt dus leuk. En hoeveel flatten moet uiteindelijk beuren? Nou, we hebben nu nog maar een peer, maar uiteindelijk worden we er 15 of zo, maar wel mooi te zien. Hey, en dames, hoe gaat het? Ja, goed. Goed hoor. Alleen het is best wel een beetje koud. En is het koud? Nee, het valt wel mee. Hé hey, jongens, wat doen jullie hier toch helemaal staan? Hé! Hey. 1, 2, roei! 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 Ja, sorry voor de opstopping, maar dit is een recordpoging. Hé, hey, vrouwje, nou heb je me in ieder geval zien hoe het net maakt. Ja. Nee, ja. Nee, maar dit is ook niet echt geweldig. Het is wel moeilijk. Ja, is het lastig? Ja, best wel. Ben je hem nog droeg? Nou, niet echt, nee. Ik ben nat gespetterd. Volgens mij kunnen we beter allemaal los. En nog in je dingen, is dit soms een vrouwelijke recordpoging? Dat wij niet kunnen varen, maar we kunnen zelf niet eens varen. Nou, we binnen al die stoere jongens dan. Ja, die staan een beetje aan de kant. Dan mogen ze blij van. En dan zeggen ze dat ze beter zijn, maar dan moeten wij peddelen. Hé hey, man, dit is ik wel wat. Nou laat je hem de vrouwen het werk doen. Ja. Ja. Maar ja, dat noemen ze doen. Waarom ben je hem net ontroeien? Nou, dat mooi net. Dat mooi net? Nee. Van, dat van master. Maar wij moeten het werk doen en de vrouwen die gaan roeien. Ja, nou. Ja. En wat vind je van die taakverdeling? Ik vind het wel leuk. Leuk. Ik. Omdat wij van Squalau gaan, is het toch nog een moment om misschien al iets te doen. En dat is wel leuk. Want je zit in groep 8? Ja. Ja, dat klopt. En hoe groot met dit recordvlot aan zijn worden? 100 meter. En is het ook spannend om onze vlot het water op te gingen? Ja, want het water is wel koud, maar we hebben ons geen kleren, dus dat maakt het niks uit. En gaat het jimmick lukken? Dat hopen we wel natuurlijk. Maar tot nu toe gaat het wel goed. Nijs, sport, cultuur en het leukste van hier, het ziet weer allegaar in deze week. Na je week ben je er weer. Graag ontan. Dan.